Kozakkenkoren en Komodo-varanen. Er is er maar één die deze dingen met elkaar kan verbinden. En dat is Erika Terpstra. Vrijdag begint een nieuw seizoen van Erika op reis. Hoeveel foto's of beelden je al hebt gezien van Machu Picchu? Dat valt toch allemaal in het niet bij het met eigen ogen aanschouwen van de overblijfselen van die oude beschaving. En zo lang, hè? Ja, pandja. Ja, hè? Een barracuda die bijt je vingers eraf, maar verder. Zo ziet hij eruit. Dit is zo'n heerlijke markt. Je kan hier in feite alles krijgen wat je maar wil. Hij geeft me nou ook gelijk een dieetadvies. Vooral geen rijst eten en veel fruit. Ja. Dit is een mannetje. En alle mannetjes eten uit mijn hand. Oeps, lekker, hè? Oh, lekker. Dag, man. Viervoet. Voornamelijk. En met van die horens op. Oh, van die horens, ja. En achter de nek. Hey, Erik, je bent jaren op reis geweest. Een aantal series gemaakt. En er komt er nu dus weer een. Wat zoek je in al die reis? Wat drijft je? Nou, er is best een linkje te leggen met de sport. Ik was 17 en mocht meedoen aan de Olympische Spelen. Ja. 1960. Rome. Ja. In Rome. Nederland was nog... Alleen maar kaaskoppen. Je ging nog niet naar het buitenland. En hooguit een beetje naar Nunspeet, bij wijze van spreken. En ik mocht opeens naar Rome, man. En we mochten vliegen. En je komt in het Olympisch dorp. En tot mijn verbazing zie je allemaal mensen van alle kleuren van de regenboog. Dat was voor jou nieuw? Dat was helemaal nieuw voor mij. Okay. Maar het nog nieuwer was, en dat was ongelooflijk. Je kwam elkaar tegen in het dorp. Je kon elkaar niet verstaan. Maar er hing bijna iets voelbaars van... Ik ken jou, want jij hebt net zo geknokt als ik. En wauw, we zijn er. We hebben wat gemeenschappelijk. Maakten jullie één. En dat was zo bijzonder. Ja. Ik voelde me zo'n wereldburger. Dat ik dacht van, nou, dit wil ik graag nog een keertje meemaken. Voelde jij dat ook op de Olympische Spelen? In het atletiekdorp? Nee, ik zat toen in mijn mindere periode. Ja, dus je hebt een beetje afgesloten daarvan. Minder van genoten. Ja. Maar ja, ik denk dat mijn nieuwsgierigheid naar andere culturen... naar andere gewoontes... Die is daar, komt Zaak daar is vandaan, daar geplant. Denk ik. Ja. En het mooie is, het houdt niet op, jongen. Ja. En een deel van de cultuur die jij altijd leuk vindt, Erika, is wat ze daar zoal eten. Eten? Ja, u weet dat ik dol ben op markten. En ik dacht dat we over de hele wereld al alles gezien hadden wat maar eetbaar is. Maar dit slaat toch alles, dat heb ik nog nooit gezien. Koeienneuzen. Ze trekken er soep van en de rest wat ze dan overhouden... geven ze aan hun dieren. Het wordt middag en we worden uitgenodigd om te blijven eten. Het blijkt een lunch zoals ik nog niet eerder heb gegeten. Ik denk dat andere mensen het heel gek zouden vinden... om te horen dat wij haring eten of konijn. En wij vinden het weer een beetje vreemd dat ze hier cavia eten. Maar er is eigenlijk niet zoveel verschil, hè? Merenda. Kom. Merenda is. Daar gaat hij dan. Hebben jouw kleinkinderen cavia's? Ja. Oh, daar komt de oma aan. Ik moest ontzettend denken aan Flappy. Oh, Flappy, ja. Van Joep van het Hek. Ja. Van Joep van het Hek. Maar dat was een konijn. En weet je wat het is? Het probleem is... je wordt genodigd aan tafel... en er blijkt menu iets op het menu te staan... waarvan wij denken van oh. Maar... het is zo hartelijk en het is zo gastvrij. Je kan er niet bij. Dat ik niet kan zeggen, dat blief ik. Maar was dat lekker, die cavia? Nou, ik heb zo'n klein hapje gegeten en toen niet meer. En het smaakte toch een beetje... Wat staat het je tegen? Hè? Staat het je tegen om cavia te eten? Of, nee, maar... Je weet dat het voor de camera is... en ik ga daar niet zitten schrokken. Nou, nee. Maar je bent ook gewoon heel stoer wel dat je het doet. Ja. Tijdens een van jouw eerdere reizen in Vietnam... had je echt een heel bijzonder eetmoment. Oh. What is this? Ah, Siri's egg. But that is a bit different. Because it is a special Vietnamese dish. This cone is a balut egg. Balut egg? Yes. So it's a half-hatched egg. Actually, it's a duck. It's a little duck. And this, you can eat this? Yes, you can eat all. And is this a part of the little duck? No, it is an egg yolk. Het smaakt anders dan een gewoon ei. It's very special. Would you like to eat a bite?
Very spicy, hè? Oh. I think you're a brave woman. een halve eendenkuiken. Het was zo vreselijk. Er zat een klein eendenfeutertje in. Ja. Al met pootjes en met haartjes. En het was nou echt... Ik heb een rauw geitenoog gegeten. Meer geslikt, maar wel gegeten. Ik eet wormen, ik weet niet wat. Maar dit was... Nee. Dit ging over, voor Erika Terpstra zelfs over de grens. Ja, en ik was zo blij dat zij het lekker vond. Ik dacht, hier heb je het. Ja. Even de tuin er doorheen ook. Nog een keer in Rusland zat je tussen de Kozakken. Ja. Een beetje alsof je teruggaat in de tijd. You are a Kozak. What does that mean for you? Ну, для меня это, скажем так, защита традиций, защита устоев, защита, ну, таких нравственных устоев. Я по-хорошему завидую вот Нидерландам, в том плане, что там есть царь-король. И надеюсь, что у нас восстановится монархия. Het zijn echt bijzondere ontmoetingen die je hebt. Ja, denk je s'avonds daar vaak aan terug als je op je hotelkamer zit van... jeetje, wat heb ik toch vandaag allemaal weer meegemaakt? Ja, en het was zo onverwacht. Want we maakten dus dat programma. We waren nog nooit in Rusland geweest. En het was dus gewoon terug naar hun nostalgie. Ja. En ik dacht van, nou, ik wil ook iets wat ik nog zelf herken. Dus in mijn tijd hadden we af en toe Kozakkenkoren in Nederland. Ja. Ik zei, ik wil ook graag een Kozakkenkor. En dat hebben we opgezocht. En we hebben een Kozakkenkor gevonden. En toen zei een van die Kozakken, die man... die zei van, kom bij ons thuis, kom eens even kijken. We waren daar nog niet binnen, jongen. Of hij had zijn uniform al aan, zijn geweer over zijn schouder... en de jurken. Zijn pet op. En hij had zulke ouderwets ideeën. Want niet alleen dat hij weer de tsaar terug wilde... en ontzettend jaloers waren... Dat ik hoop niet dat Poetin dit gezien Alexander heeft. dit vindt Poetin geen goed idee, van pleiten voor de monarchie. Nee, want hij kwam ook met een eigen Kozakkenvlag en zo. Maar hij had zulke rare ideeën. De vrouw mocht alleen maar in de keuken... en mocht eigenlijk niet eens in de woonkamer. En die kindertjes, dat waren allemaal meisjes... dus die moesten allemaal daar spik en span zijn. Oh. Weet je, daar komt altijd een longlist van landen, hè, voordat jullie weer gaan. En dan ga je echt samen zitten. En dan heb jij daarin ook wel echt een stem natuurlijk. En dan kies je ook voor een land waarmee je iets voelt. Of en wat is dat dan? Wat... Nou ja, kijk, als het niet klikt met het land, dan kan ik geen leuke televisie maken. Maar hoe weet je dat? Of het klikt? Wat is voor jou die klik? Nou, je leest natuurlijk heel veel. Ja. En ik heb nog ontzettend veel landen op mijn bucketlijst. En liefst ook dat het lekker warm is. maar we zijn er twee landen geweest waar het minder warm was. Eerst was Mongolië. Dat was prachtig, werkelijk. Het sneeuwde daar, het was hartstikke koud. En ik heb nog... Nou, ik heb een van de prachtigste reizen daar meegemaakt. En de andere was in Argentinië, in het zuiden van Argentinië. Want daar heb je de grote gletsjer. Mm. En waarom wilde ik daarheen? Moet je voorstellen, ik had gelezen in een boek... dan vaar je dus met een boot langs de gletsjer... en die gletsjer, daar vallen dus stukken ijs van af in het water. En aan het eind van de vaartocht, dan is er een van de bemanning... die neemt met een visschepje wat ijs uit het water... wat van de gletsjer is gevallen, en dan vraagt hij... Would you like to have a glass of whiskey on the rocks? Ja. Dat heb ik meegemaakt. Ja, mooi. Zo ben je ook in Nepal geweest, het land van Boeddha natuurlijk. Nou, je houdt van het boeddhisme, hè? Was je slachtoffer van persoonsverwisseling. Laten we even kijken. Als we nog een laatste presentatie willen opnemen... vraagt een groepje Chinese toeristen wie toch die dame in die rode kimono is... die steeds gefilmd wordt. Dat is de koninginmoeder van Nederland, grapt onze regisseur. Zulke grapjes moet je dus niet maken tegen Chinezen met een camera. Hallo. Er zit te geloven. Er zit wel koningin bij. Ja, nee. Ja, hè? Nou, ja, het... nou, als je een film moet maken, kunnen we je zo koningin moeder maken, toch? Nou ja, kijk, het was niet de bedoeling. Het was in Nepal, in het dorp waar de Boeddha is geboren... En dan hadden ze dus een tegel met een kruis erop. En daar was hij dus geboren. En dan hebben ze een tempel omheen gebouwd. En om die tempel een heel park. En ik heb een kinderboekje geschreven over het leven van de Boeddha. Dus want boeddhisme spreekt jou aan? Ja, ik ben geen boeddhist, maar ik ben
Zeer geïnteresseerd. En dus, nou ja, het bleek dat die dag dat het volle maan was. Dat wisten we niet. Ja, we wisten wel dat het volle maan was. Maar we wisten niet dat het voor de boeddhisten betekende dat er een feestje was. 'S Avonds, toen waren wij alweer weg. Maar omdat alle monniken alvast naar het park toe kwamen, zaten ze daar dus allemaal rond het mooie oude Bodhi-boom. Zo'nzelfde soort oude boom. Kijk, daar zie je hem. Ja. Waar de Boeddha onder heeft gezeten om verlicht te raken. En begonnen dus allerlei liederen te chanteren. Dus ik was helemaal in de mood. Het was prachtig om daar te zijn. Totdat opeens die Chinezen allemaal aankwamen. Gelukkig was er nog net geen virus. Maar nu deze serie, die begint vrijdag. Half 10. Vier reizen achter elkaar. Ja, ga je nu hierna weer op reis of blijf je even thuis? Kijk, het hangt. Komt er nog? Fijn dat je dat zegt. Het hangt dus af van de kijkcijfers. Oké. En we hebben dus. We hebben het probleem dat het aanstaande vrijdag met de eerste uitzending, dat het dan precies de finale is van The Voice. Dus er waren mensen die zeiden: ik ben zo optimistisch. Ik geloof in de kracht van mijn crew. En ik geloof in de loyaliteit van mijn kijkers. En diegenen die niet kijken, zet in ieder geval je televisie aan. Ja, maar goed. Maar daarna heb je er natuurlijk nog drie. Als het dus een succes is, dan komt er weer een nieuwe serie? Nou ja, dan wordt er weer onderhandeld. En dat is altijd een tijd van. Maar las ik nou ergens dat je zelfs Mark Rutte ingeschakeld hebt voor een soort lobby? Nee, ik heb een boek geschreven over het reizen. Dat heb ik aan Jan Slachter aangeboden natuurlijk. De directeur van Omroep Max. En die zei toen van, als jij weer wilt gaan reizen, er zijn plannen om eventueel te bezuinigen op de publieke omroep. Misschien moeten we samen wel eens een keertje naar Rutte. En toen zei ik van, dat wil ik heel graag doen. Dus dat heeft ook een journalist opgepakt. Dus die zegt van, ben je al bij Rutte geweest? Nou ja, ik zie hem wel eens. En? Heeft hij gezegd, ja, je dacht toch niet dat dat ik hier iets kan gaan vertellen wat nog niet vastgelegd is. Maar ik ben een optimist. Volgens mij ben je een vrij succesvolle lobbyist voor jezelf ook. Ja. Maar we hebben een VVD-kamerlid, die brengt het vast over. Die kent Rutte volgens mij hartstikke. Maar Erika weet ook dat de politiek zich daar niet. Dat we dat zo geregeld hebben, dat we ons niet mee bemoeien. Maar bovendien, als je Rutte om reisadvies gaat vragen, dan wordt jouw volgende reis naar de Veluwe, hè? Want je kent zijn. Zo'n reis. Land? Vakantie. Dan wordt het Erika op reis in eigen land. Dat zie je toch verkeerd? Want kijk, hij is juist heel goed in het delegeren. Hij gaat naar de Veluwe en ik mag ver weg. Nee, maar je hebt gelijk. Kijk, de politiek heeft niets te maken met de programmering. Dat is een zaak tussen de omroep. Ja, tuurlijk. Nee. En tussen de netwerkcoördinator. Maar waarom ga je niet gewoon terug in de politiek, Erika? Dat gaan we zo meteen aan de bar bespreken, jongens. We moeten afronden en daarom ga ik Geert zeggen. Aanstaande vrijdag start Erika op reis in Peru om 9:30 bij Omroep Max op NPO 1. Dankjewel, Erika. Dankjewel. En dit was op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Welmoed en Sander. Tot morgen. Dag. Dank jullie wel allemaal. Dankjewel. Op 1 is elke dag anders. Het is gewoon echt wat je ziet. Wilt u een uitzending bijwonen? Ga naar op1npo.nl en u bent erbij. Het is zoals een toetje is, gewoon heerlijk.